Nou, dan komt ze aan, hoor. Het grote moment is daar. Klaar voor de start. Hebben jullie er zin in? Oh, ja. Ik wel. Ja. Beetje spannend. Ze is aan de beurt, hè? Nou, je hoeft er geen woorden over fout te maken. Het is een klaar als een klontje. Ja. Dacht ik ook. We gaan eerst een heel licht slaapprikje geven. Dan ga ik een tube inbrengen. En daar verdoven we de hond tijdens de operatie op. We gaan voorbereiden. We gaan heel snel de pups eruit. We hebben 2 meiden erbij voor alle pups die eruit komen. Je mag overal bij blijven. En als die pups lekker een beetje op gang zijn met alles, dan komen ze in de couveuse te liggen. Ik heb een klein prikje aan de achterkant. We verwennen er even, maar het gaat hartstikke goed. Daar hebben ze helemaal niks van in de gaten. Dat gevoel, dat ken je wel, dat je zit rustig aan tafel thuis en ineens hoor je zo je woord buiten, zo'n beetje rond. Heel gefluitjes die zijn. Ik krijg nu al weer zo'n beetje zo kippenvel, zo'n beetje zo koude rillingen en dan moet je gewoon naar buiten, dat gevoel. Oh ja, enzovoort. Zoals bij de ijskoopboeren ook. Ding, 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 ding. Ja. Dat je dan met z'n allen daar, en dat je dan al je straatgenoten, je vriendjes op, daar bij die ijskoopboeren ziet. Dat je dan ijsje haalt. Maar dat je opeens samen bent op één plek. Dat er zomaar opeens, iets gebeurt. Ik heb het zelfs bij Sinterklaas. Brok in mijn keel. Dat is echt zo kinderachtig. Maar dat gevoel is het. Ja. Heel erbij zijn. Hè? Ja, dat gevoel is het. Stad, omdat wij 2 jaar geleden een idee hadden. Is dat 2 jaar geleden ontstaan? Februari 2000, de vorige. Maart, na het schaatsseizoen. Vertel eens, Floris, hoe is het ontstaan? Nou, dat we altijd samen schaatsten en vaak ontzettend leuke gesprekken hadden daarna. En dachten, ja, als het schaatsseizoen ophoudt, doen we dat niet meer. Wat zonde eigenlijk, moeten we dan niet gaan zomerschaatsen? Toen is Henk-Jan elke maandag komen eten en zijn we na het eten over echt een onderwerp gaan praten. En dus toen we de eerste keer gingen zomerschaatsen, al bijna half de tweede keer of zo, lag er een uitnodiging om een tentoonstelling te bedenken. En toen lag het voor de hand om daarover te gaan zomerschaatsen met z'n tweeën. Of een hele vraag, hè? Om te zeggen van nou, maak een tentoonstelling. En sowieso wist ik meteen al dat ik niet zomaar alleen maar kunstwerkjes bij elkaar wilde rapen. Toen dacht ik, voordat je dan andere mensen gaat vragen en voordat je ze dan ook nog gaat vragen bij een thema, moet ik me eerst zelf afvragen waarom ik eigenlijk kunst maak. Gewoon even heel erg terug naar de basis. Een van de belangrijke redenen daarvan is het bezweren van angst. En wat voor angst is dat dan? Nou, dat is voor mij toch wel angst voor ziekte en aftakeling. Dat is mijn angst. Er zijn wel meer hoor, angsten. Maar dit is je hoofdangst. Mijn hoofdangst. Maar dat is ook de angst waar ik het meest aan heb in mijn werk. Ik gebruik hem wel. Hadden wij een bidderschap afgesproken, baas? Nee. Over hoeveel erin staat. Nou, wat denk je? Ik denk een stuk of 4. Oh. Ja, weet je wat ik verdomd heb? Een stuk of 6. Op de echo waren er heel duidelijk 3 te zien. Ja. Kijk, wat zien we hier? We zien hier een kleine wurm geboren worden. Huppatee.
De assistenten staan al klaar voor de start. En dat is de eerste helemaal goed. Dit is pup 2. Kijk jongens, daar gaan we er weer heen. Die ligt met zijn billen naar achteren. En wat ik hier voel is een lekkere dikke bullenbil. Daar houden we van. Hier zie je ook een Gefeliciteerd. Ja, dank u. Geen 3, geen 4, maar 9. Nee, hou op, schei uit. 5 reutjes, 6 reutjes, 7 reutjes, 2 teentjes. Nou, dus hier staan 1, 2, 3, 4 mensen. Wordt zo. Ja. En dan staat hier 1 iemand ook met zo'n ding. En hier ook weer 1. Ja. En hetzelfde daar, dus deze ding moet je nog even vastmaken. Zo. Ja. En dan zo getild. En er zitten nog wieltjes onder. Maar goed, er is af en toe een paaltje wat heel hoog is, maar waarschijnlijk past het er net onder. Dus het hoeft niet echt de lucht in? Nee. Het is echt, iedereen doet het uit liefde. Voor de kunst, uit liefde voor het leven, uit liefde voor het maken van iets prachtigs met z'n allen. En dat geldt voor al die vrijwilligers die kunst komen dragen. Dat geldt voor al die mensen die op het laatste moment opeens nog met hun toeters van het blad komen lezen om die muziek te redden. Dit geldt voor de beeldkunstenaars. Dat geldt echt voor iedereen die meedoet. 239 ook. Zeker. Dat is ook echt bijzonder. Ja. Want ik bedoel, verzin je het zo'n groot project? We hebben allemaal nooit zo'n groot project georganiseerd. Dus het is gewoon, je valt van de ene vraag in de andere. En het ene is beantwoord en er komt meteen weer een volgend probleem, uitdaging. Huh? Ja. Dus dat we dat allemaal voor elkaar lijken te krijgen. En morgen moet het gebeuren. Dus hoop dat het wel is. Is het gaat je Het zijn er 25, dus het was misschien hier wel. Maar misschien moet ik een stukje naar. Jullie mogen hier nu opstellen. Kan je een goede bochtje maken? Ja, maar dat is achter het gebouwtje daar. Kunst als bezwering van angst, hè? Dus dat iets dat een, of, en dat hoeft dan niet meer angst te zijn, maar zeg maar kunst als het fysiek worden van dingen die je in je hoofd hebt ergens die ver weg zitten gestopt, die haal je eruit, maak je zichtbaar. En doordat je ze deelt, worden ze voor veel meer mensen. Doordat je naar kunst kijkt met meer mensen en je misschien wel allemaal een beetje van jezelf daarin herkent, wordt onderdeel van, ondanks jezelf, onderdeel van iets. En dat is gewoon fijn. Dat is troostend. Dat is mooi. En dat als het niet te dwingend is. Als het niet te dwingend is. Ja. En dat gebeurt ook bij rituelen. En heel veel rituelen zijn we toch kwijt. Omdat het vaak christelijk is, omdat het vaak ook over verering gaat, of over politiek, of over tegen. Dus het heel veel verkeerd zijn. En waarom zou je niet een demonstratie hebben voor iets moois? En for no good reason at all. Precies. Toch? Ik bedoel, een lawaai-optocht, een stille optocht. Het gaat altijd over klote dingen die gebeurd zijn. Of religieuze. Dat is, dat is ook in mijn ogen niet per se iets goeds. Dus waarom zou je niet aan zoiets zinloos als kunst zo'n optocht koppelen? Nou ja, zinloos, maar niet nutteloos. Nutteloos, maar niet zinloos. Ja.